De vakbond bij het overliggend waterschap Multipurpose Quarantaineproject, OWMCP, wacht op een uitnodiging van minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport om de problemen bij het personeel te bespreken. Ontevredenheid bij het personeel van het OWMCP heeft zodanige vormen aangenomen dat het vertrouwen in waarnemend directeur Sanjay Trilokhi is opgezegd en zijn vertrek wordt opgeëist. Het personeel werkt vanaf gisteren maar een beperkt aantal uren. Bondsvoorzitter Diane Dwarka bevestigt dat een gesprek met de minister Van Ros wordt afgewacht. De situatie moet ik zeggen dus dat het grimmige vormen aanneemt. Omdat die meneer continu aan het provoceren is, links en rechts mensen aan het intimideren is. Weet je, dus daarom zeggen van voordat zaken uit de hand lopen, dat we uitkijken naar het gesprek met de minister. Het is zeer onprettig voor de mensen om onder die omstandigheden daar te functioneren, begrijp je. En ook het bedrijf is niet erbij gebaat, dus het is niet prettig. En wat ons betreft, kijk, er waren afspraken met de minister, dat in elk geval dat die meneer ontlast zou worden van zijn werkzaamheden en niemand anders tijdelijk zou waarnemen. Dwarka zegt dat het personeel sinds gisteren tot 12 uur aan het werk blijft. Minister Emanuel vertelde journalisten gisteren dat zij een gesprek zal voeren met de vakorganisatie om wat rust in de tent te hebben. We hebben dus een brief ontvangen van de bond en daarin hebben ze dus inderdaad aangegeven niet meer op één lijn te staan met de waarnemend directeur. We zullen dus de bond uitnodigen voor een gesprek. Maar we hebben dus ook teruggekoppeld met het bestuur. En natuurlijk geven ze dus weer een ander deel van het verhaal. Maar we gaan dus aan tafel zitten met de bond en we gaan kijken om gezamenlijk een oplossing voor te zoeken. De minister wil zo snel mogelijk een oplossing in deze zaak. Formele afspraken moeten echter nog gemaakt worden met de vakbond.